Wij dragen hetzelfde shirt. Bidi, de man die manager en boeker is van de Buist, maar ook ja. van de Devil's Blood. Dat, ja, geweest van de Devil's Blood. Ja, inmiddels dan alleen nog van de Buist. Okay. Ja, het is te druk. Twee van dat soort bands hebben. Je bent 10 jaar bezig nu, hè? Klopt. Echt iets opgebouwd in die tijd. Begon in de stoner scene en de indie rock scene en langzamerhand weer opgeschoven naar mijn oude liefde, de jaren 80 hard rock en heavy metal, en bevalt goed. Want het is echt oude liefde, hè? Want als je, waar Van de Buist ook speelt, overal sta jij op rij 2 met je vuist omhoog. Klopt. Ja, dat is eigenlijk waar ik zelf vandaan kom. Ik was als kleine jongen Iron Maiden fan en ja, dat is er nooit meer uitgegaan eigenlijk. En dat deed ik al begin jaren 80 en ja, inmiddels ben ik 40 plusser en sta ik nog steeds op de eerste rij. Ja, dus. die muziek is natuurlijk ouderwets. Het heeft alle dingen die je toen ook had, voet op de monitor, et cetera. Ja. Zit mensen daar nou in Nederland op te wachten of moet je daar ontzettend voor knokken? Het is een... Ik denk dat die jongens van de Buis hard hebben moeten knokken. Maar ik denk uiteindelijk dat mensen die pure rauwe energie, dat echt weer terugkomt. Zeker in Nederland. In andere landen is het niet weg geweest, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Maar mensen zitten daar op te wachten. Dat er weer wat gebeurt op het podium. Dat er wat interactie is met het publiek. En dat je dus gewoon lekker uit je naad kan gaan. Ja. En niet hoeft na te denken van waar heeft die man het over op het podium. Hè? Allemaal moeilijke zaken. Gewoon lekker een feestje bouwen. Ja, want dat is hard rock voor jou. Ja, het is een feestje bouwen, maar dan moet het ook wel. Het is niet loutere feestjes als van die feestpunkband. Het gaat hier wel erom dat een band ook fatsoenlijke nummers heeft, goede solo's gespeeld worden. Dus er zit wel een soort craftsmanship zit er wel aan verbonden. Ja. Dus, en dat vind ik eigenlijk de ideale combinatie bij hard rock. Dat je en goede muzikanten en goede gemixt met goede songs hebt eigenlijk. En dan met goede looks ook, hè? Ja, ik kan moeilijk zeggen dat het niet zo is. Ik bedoel, ik zie er zelf nog steeds eruit na al die jaren. Dus het is er nooit uitgegaan. Even over die Duitse festivals. Ja. Want dat is toch eigenlijk wel waar zo'n band als Van der Buist misschien wel zijn levensvatbaarheid vandaan haalt. Of zou je dat financieel gezien eigenlijk niet mogen zeggen? Moet er gewoon geld bij? Nee. Van der Buist draait in Nederland ook prima. Maar ondertussen ook in Spanje en Scandinavië. We hebben 240 shows in 3 jaar in 16 verschillende landen gedaan. Dus het is echt niet zo maar dat we hoe groot ons is dan de grootste show die je daar kan doen met zo'n buisband? Op zo'n festival bedoel je of zo? Ja, op Hellfest stonden we voor 44.000 man met Ozzy Osbourne en Motley Crue op het podium. Maar dus dan sta je ook echt op het hoofdpodium? Dat sta je hoofdpodium, ja. En op Bang Your Head in Duitsland staan er 22.000. Dan speel je met Thin Lizzy, Arch Enemy, Venom en dat soort grote klassieke namen. Dus ja, dat is leuk. Dat is echt, hoe kan het eigenlijk dat het in Duitsland nog helemaal zo levend is gebleven? En Oost-Europa ook? Ja, ik denk dat de hardere muziek is in het oosten van Europa gewoon altijd heel diep verworteld of zo met de cultuur. Hè? En Duitsland is bijna 1 op de 5 cd's die verkocht worden. Is een hard rock of een heavy metal plaat. Ja. In een album top 100 daar staan 40 platen, dat is gewoon metal. Dat is in Nederland een ondenkbare situatie, maar het is daar... Het is wat bij ons R&B en de Nederhop en zo, dat is bij de Duitsers nog steeds het ouderwetse headbanger. Het echte Valhalla voor metal, dat is toch Zuid-Amerika, toch? Als je daar die stadions ziet, Iron Maiden in Buenos Aires. Dat is inderdaad een droom die kant nog uit te gaan. Anderzijds Japan is het ook nog groot. Eigenlijk is het in heel veel landen groot. In Spanje is er ook een hele levendige scene. In Griekenland leeft het. Polen worden de zalen en festivals alleen maar groter met dat soort muziek. Nederland loopt een klein beetje achter, eigenlijk, wat dat betreft. Zeker na de teleurgang van Dynamo Open Air. Maar inmiddels wordt dat met Forta Rock ook weer langzamerhand opgebouwd. Want ik denk dat België met Graspop toen de fakkel heeft overgenomen. En inmiddels zijn we weer aan het opschuiven met Into the Grave, Tokkum Open Air, Forta Rock. Dus het komt terug hier. Klein, maar het wordt wel weer steeds groter. Ja, Forta Rock is inmiddels een stadionfestival aan het worden. Het is nu met Rammstein en Volbeat erbij natuurlijk een stadionding aan het worden. Dan haak je af als Van der Buist. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat is een streven om daartussen te staan. En in Nederland, ja goed, de ene keer sta je erbij, de andere keer niet. Dat is een wedstrijdje, zal ik maar zeggen. En er zijn gigantisch veel goed verkopende metal- en hardrockbands natuurlijk. En dat is een goede strijd wat dat betreft. Ik weet wel een goede plek waar Van der Buist nog zou kunnen spelen. In de Titi Twister op Lowlands. Zou een hartstikke goede plek zijn. Ja, want dat denk is toch, het wel. Ik bedoel, ik heb... laat ze komen, zou ik zeggen. Rock'n'roll tent, hè? Want daar ben je toch naar op zoek ook echt met zo'n band. Ja, qua sfeer wel rock'n'roll. Maar
Nou, vorig jaar hebben we shows gedaan, bijvoorbeeld Westerpoppen, Werfpoppen, daar sta je met Kraantje Papi. En dan blijken ook de fans voor Kraantje Papi toch bij Van der Buijs op een of andere manier de match te maken met die muziek en het leuk te vinden. Dus, en dan krijg je van het festival te horen van, het was een probeersel, maar het werkt. Dus ja, ik denk dat houdt er ook dat iedereen dat wel leuk vindt eigenlijk. Als je van hele jump opzet, is op ieder feestje geheid een succes. En ik denk dat dat met Van der Buijs eigenlijk ook is, met die nummers. Het is wel ontdaan van alle decadentie en de glamour. Het is gewoon back to the basic boogie. Ja, nou ja, back to basic. Maar ja, ja, dus er zit nog wel diepgang in de muziek. Dus ja, maar niet je kunt jezelf geen vliegende drumstellen veroorloven en dat soort dingen die je in de jaren 80 wel zag. Nee, dat nog niet, nee. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Hoewel Van der Buijs op dit moment nog steeds op punt is dat ze vooral... toch een stukje de oude punk-attitude van de eerste twee Iron Maiden-albums. Zal ik maar zeggen, het willen integreren in die late 70s hardrock. Dus daarmee krijgt het een beetje een rauwe, agressieve vibe. In tegenstelling tot sommige bands die dan de glam opzoeken. Of die daar, zoals The Darkness en Steel Panther, dat het tongue-in-cheek wordt. Dit is gewoon rauwe, pure power. En, het is geen grap, hè? Dit is absoluut geen grap van de buis. Absoluut niet, nee. Het rock'n'roll leven is ook geen grap, hè? Tot 9 uur was het vanochtend, toch? Het was vanmorgen 9 uur. En het, nou ja, leven is wel leuk, maar het hoeft niet altijd een grap te zijn, weet je wel. Tot 9 uur doorzakken is ook leuk. Als je met de juiste mensen doorzakt, doe je nog goede zaken ook.